Een bezoek aan de grotten is altijd de moeite waard. Maar dit weekend was er wel heel veel te beleven. Tiental kunstenaars zitten op verschillende plekken en vertonen daar wat zij in het dagelijks leven doen. Dat varieert van dichters en zangers en beeldhouwers en dat soort zaken. Enthousiasme was groot. We hebben in 2 dagen allebei meer dan 100 gasten gehad. Verdeeld over 3 rondleidingen eigenlijk. De rondleidingen gebeurden wel in de grotten natuurlijk, door echte grottengidsen die zich ook vrijwillig voor dit project hebben opgegeven. De grotten waar zij normaal dagelijks lopen zijn eigenlijk geen grotten. Het is een 220 kilometer lang mijnenstelsel. Ooit hebben ze hier 6,5 miljoen kuub steen met het handje uitgehaald om stadsmuren te bouwen, huizen, kerken, kloosters. En wat overgebleven is na afgravingen en instortingen is nu nog ongeveer 8000 gangen. Bij elkaar ongeveer 80 kilometer. Wij geven daar dagelijks rondleidingen en benadrukken dan vooral de historische aspecten, de schilderijen of de tekeningen eigenlijk aan de muur. Want die zijn niet geschilderd maar met houtskool getekend. Want daar moeten mensen wel mee rekening houden als ze de grotten bezoeken. Het is ongeveer 11 graden en heel erg vochtig. Een luchtvochtigheid van 98%. Vandaar houtskool, want verf blijft niet op de muur zitten. Heel veel dingen beginnen in bed. En dit georganiseerd wat hier gebeurde vanavond, dat is ook in bed begonnen, omdat mijn vrouw, die die dichten voorleest, in één keer zei van het zou me leuk vinden om in een keer in de grot te doen, een gedicht voor te lezen. Nou, toen is het balletje aan het rollen gegaan en van het een komt natuurlijk het ander. En dit is het resultaat wat we uiteindelijk hebben gekregen. We zijn de grot ingegaan, we hebben kunstenaars gevonden, we hebben mensen die muziek maken gevonden, we hebben mensen die gedichten voorlezen hebben we gevonden en die groep die klikt geweldig en toen we elkaar de eerste keer allemaal troffen, het was net alsof we al heel lang familie van elkaar waren. Het is ongelooflijk. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn deze grotten niet door de Romeinen gemaakt. Die zijn hier wel gekomen 2000 jaar geleden, hebben die steen ook gebruikt, maar de Romeinen hebben nooit gangen gegraven. Het daadwerkelijke maken van de gangen is begonnen in de 13e eeuw. Toen de stadsmuren gebouwd werden, de huizen, de kerken, de kloosters, niet alleen in Maastricht, maar over de Maas ook vervoerd naar Duitsland, België en de rest van Nederland. Eens even kijken, dit werd al heel spannend. Van de wei hebben we samen gevriend. Na goed getraind te hebben, gingen de dansers de strijd met elkaar aan. Niet alleen de jury, maar ook het publiek kon zijn favoriet naar de overwinning stemmen. We hebben vorig jaar meegedaan met Dance Clash, toen waren er 6 groepen en dit jaar is ongelooflijk, het is gewoon een boost. Er zijn in totaal over de 40 groepen aanwezig hier. En ik denk dat voornamelijk gewoon komt door TV, Everybody Dance Now, Holland's Got Talent, Sooy Tinker Dance, al die programma's. Maak gewoon mensen gaan dansen en Maastricht is gewoon een dansstad aan het worden en moet gewoon vooral blijven doorgaan daarmee. Money floor.
The Mask. We hebben jou zien optreden met masker op, maar je had er nog wat meer over te vertellen. Kun je dat zeggen? Ja, de masker, dat heeft gewoon te zeggen dat ik wil laten zien aan mensen dat het er niet gaat om welke huidskleur je hebt, hoe je eruit ziet, wat voor geloof je hebt of whatever, dat het er om gaat wie jij bent en hoe jij danst. Want ik heb ook heel veel op internet gezien, ja, we gaan nu ook letten op je uiterlijk en op je uitstraling en alles. Ik heb zoiets van, dat hoeft helemaal niet. Major Lazer. Had je dat gedacht? Nee, helemaal niet. Echt, ik heb me overdonderd, vooral na 3 weken trainen. Zeg maar 6 trainingen gehad en nu gewoon eerste plaats gehaald. Zeg maar. Super, nooit gedacht. En wat gaan jullie doen met de prijs? Ja, dansen, trainen met die box. En misschien optredens of zo, ergens buiten de stad of zo, misschien iets kunnen regelen. Dus ja, echt super vet. Is goed, hartstikke bedankt. Hoe voel je je nu? Ja, super blij. Dat hadden we echt nooit gedacht. We stonden hier echt op het podium en ik dacht, nee. Kijk, we zijn ook helemaal aan het trillen. Helemaal. Major Lazer. Lady, get in line. Let me see your bestest wine.